Hallo lieve tweeling, leuk dat je er weer bij bent. We zijn aanbeland bij week 12, 20 tot en met 26 maart. Het is een algemene reading, haal er vooral uit wat je nodig hebt. Lieve tweeling, jouw hoofdthema voor deze week. Oké, er komt veel op je af. Je bent nog aan het ordenen, wat wel, wat niet. Wat past er nu wel, wat kan nu niet. Structuur bieden. Ja, het hoofdthema voor deze week voor jullie is eigenlijk echt: durf je vleugels open te slaan. Weet dat je niet alleen bent. En probeer te fantaseren met wat je graag zou willen. Wat zijn je dromen? En geloof erin dat er alle mogelijkheden naar je toe kunnen komen. We gaan eens even verder kijken wat je verder deze week kan verwachten, lieve tweeling. Wat kan jij deze week verwachten? Ik zie dat krijgt echt enorm warm. Het gevoel hebbende dat even te veel wordt. Niet altijd zo goed uit mijn woorden kunnen komen. Ik merk ook heel erg in verbinding proberen te staan met jezelf. Zodat je jezelf beter begrijpt. Ja, ik merk gewoon, ik heb het echt heel warm. Voor een aantal van jullie misschien letterlijke warmteuitbarstingen. Een andere misschien ook wel het gevoel van, hé, ik kom in verbinding. Maar ik merk ook dat het soms gewoon even te veel wordt. En ik merk vooral dat deze week, dat je eigenlijk meer bezig gaat met deuren die open gaan, je intuïtie meer laten horen, of er meer naar luisteren, moet ik eigenlijk zeggen. Heel veel gevoeligheden die naar boven komen. Beetje bij beetje steeds meer tot bloei komen. Je bent heel erg nog bezig met welke keuze mag ik maken, wat soms ook veel emoties met zich meebrengt. Maar ook echt weer je hart gaan volgen. Dan zie ik eigenlijk ook dat je meer vertrouwen krijgt in jezelf. De betere verbinding met jou komt, met jezelf. Waardoor je dus ook weer betere verbindingen aangaat met anderen om je heen. En dan merk ik ook dat er bepaalde relaties tot een hoger plan komen. Dus eigenlijk heel erg mooi. Alleen er komen dus behoorlijk wat inzichten. Nou, een mooie positieve boodschap voor jou, lieve tweeling. Ik kan mijn eigen keuze maken, want ik ben zelfstandig. Ik kan altijd opnieuw beginnen. Ik ben een doorzetter. Lieve tweelingen, ik hoop dat je hier wat aan gehad hebt. Ik wens je verder een hele mooie week toe. Laat dingen over je heen komen. Wil je een 1-op-1 reading? Dat kan. Neem een kijkje op www.mediumdaphne.nl of kom gezellig langs 26 maart op de Spirituele Beurs in Vught, oftewel in Den Bosch. Wie weet zie ik je daar. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.